Maar in de bijeen zeggen we soms, als sommige mensen boos op je zijn, dan weet je dat je iets goed aan het doen bent. Vandaag spreek ik Edson Olff, onder andere wijkraadslid in Rotterdam en lijsttrekker voor bijeen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Oftewel, hij wil in de voetsporen treden van Sylvana Simons. Geboren in Suriname, opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Vandaar dat we hier ook bij het prachtige Keizerswaard hebben afgesproken op deze regenachtige dag. Het is natuurlijk nogal wat om Sylvana Simons op te mogen volgen. Heeft heel veel gepresteerd in de Tweede Kamer. Ik ga niet proberen om Sylvana Simons te zijn. Ik ga gewoon hetzelfde verhaal vertellen. Bij één verhaal blijft hetzelfde, maar dan staat er een andere persoon. Dat verhaal van bijeen is een verhaal van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Het gat tussen arm en rijk is zo groot en is alsmaar groter geworden de laatste tijd. En daar moet echt wat aan gebeuren. Allereerst moeten we de rijken eerlijk belasten. Mm-hmm. Want wat we zien, dus als je kijkt naar grote bedrijven, Shell, Tata Steel, dat die veel minder belasting betalen als het gaat om je energie alleen al. En terwijl de bakker hier om de hoek, die waarschijnlijk hier in Keizerswaard is, bakker Klootwijk heette het toen nog, Die betaalt 100 keer zoveel. Oliebollenkraan. Die betaalt 100 keer zoveel voor zijn stroom dan een Tata Steel. Dat is vooral wat ik in Rotterdam zie, is dat je heel veel dak- en thuislozen hebt. En als bijeen staan we voor de housing first principe. Dat wil eigenlijk zeggen dat je zonder voorwaarden allereerst een basale behoefte krijgt, is een dak boven je hoofd. En daarna gaan we werken aan wat heb je nodig. Wij hebben net eerder een aantal Rotterdammers gesproken op straat. Ja. En die hadden wat tips voor jou. Ja. Wil je dat leuk zien? Ja, heel erg benieuwd naar. Ga ik zitten. Ken je deze man? Nee. Nee? Nee. Nee. Nee, die ken ik niet. Dit is Edson. Edson is lijsttrekker voor bijeen. Oh ja, ik heb hem wel eens gezien. Ik ken hem niet verder hoor, maar ik heb wel eens een reportage heb ik wel eens gezien. Dus de opvolger van Sylvana Simons. Oh, die is helemaal te gek. Nee, die niet. Die hoef ik niet. Is er iets wat je hem mee wil geven van, joh, let daarop of let daarop? Ja, dat is een beetje lastig, want ik ben niet echt zijn electoraat. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik ben een rechtse eikel die op forum stemt. Wel een algemeen onderwerp natuurlijk. Het heeft wel aandacht, maar dat is nog steeds niet echt opgelost. Zeg maar de armoede. Mensen die het slecht hebben, dat daar wat aan gedaan wordt. Heel vaak worden ook in de Tweede Kamer, als ik gewoon stukjes zie gewoon op internet, dan worden heel vaak vragen gesteld waar mensen geen antwoord op hebben. Dus moet je gewoon altijd voorbereid de Tweede Kamer binnenlopen. Hij praat beter dan haar op dat betreft. Ik vind ik van wel, omdat hij zei diegene die ik een tijdje geleden gezien heb, ik vind hem niet slecht. Ik vind dat lokale politiek, dat moet zoveel mogelijk lokaal gedaan worden. En ik vind dat de landelijke politici zich ook wat meer met de landelijke thema's moeten bezighouden. Dus om dan specifiek te zeggen van, god, dit is iets wat Rotterdam heel veel last van heeft. Ik vind daarom ook dat de gemeentes meer zeggenschap moeten krijgen. En dat is wel weer een landelijk thema. Ook de criminaliteit natuurlijk. Veiligheid. Ja, maar ja, dat is iets wat je niet zomaar zeg maar kan veranderen. Edson, ik wil één tip geven dat je kan proberen om oudere mensen te helpen met over hun pensioen. Ik wens Edson heel veel succes. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Ja. Niemand kent me nog, maar ik had het niet anders verwacht. Wat was het meest bijzondere wat bij indruk heeft gemaakt? Ja, ik vond de mevrouw heel mooi, door het oudere vrouw die het had over de pensioenen. Het is natuurlijk een thema dat best wel speelt. Het pensioenstelsel is aangepast. Maar wat ook heel bijzonder is dat er Surinaamse ouderen zijn, gepensioneerden, die eigenlijk een heel groot pensioengat hebben. En dat proberen wij, hebben we geprobeerd om dat op te lossen, om dat gat te dichten. En die krijgt dus nu als compensatie, als het mee zit, €5.000. Zo. Dat is niks. Is het überhaupt haalbaar of realistisch om bijvoorbeeld een typisch Rotterdams om dat mee te nemen, om dat te agenderen? We zijn geen platteland, dus die thema's vallen misschien een beetje af. Maar Rotterdam kan ook op een bepaalde manier afzichting zijn van de maatschappij. Dus alles wat je in grote delen in het land ook ziet, heb je ook in Rotterdam. We zijn de meest multiculturele stad van Nederland. Dus racisme en discriminatie komen daarin weer terug. Armoede, dakloosheid. Aan de ene kant is het makkelijk omdat de thema's die in Rotterdam spelen ook landelijk spelen. Maar het is moeilijker om één op één zaken die in Rotterdam spelen mee te nemen naar Den Haag, denk ik. Edson. Wat voor moois heb je daar? We hebben een kleinigheidje voor je. Ja. Om mee te nemen naar Den Haag. Je kan je al die tips en adviezen in stoppen. Oh, fantastisch. Die mocht ga je zeker erin komen. Ja. Volgens mij zit er ook van alles in. Kleine gadgetjes. Ga het niet vertellen. Nee. Dat houden we voor onszelf. Oh, heel mooi. Dankjewel. Die ga ik jij succes met de campagne. Dankjewel. Zeg eens heel eerlijk. Ja. Ga je erin komen of niet? Ja. Eén zetel, hè? Minimaal één zetel. Minimaal één zetel. Ja. Ik stiekem, heel stiekem, 2.
Ja. Okay.